Mijn huishoudelijke zorg die is boven bezig. Daisy genaamd. Leuke vloppen meid. Hartstikke leuk, hartstikke fijn. Hey man. Oh. Ja. Vorig jaar jij ook hier. Hele goedemorgen, lieve vrienden. Ja, we zitten alweer reeds op woensdag 15 juli. En we leven om 7 minuten over 11. Ja, ja. En ik ga zo natuurlijk uiteraard weer als normaal Rijke uitlaten. En ik krijg vandaag een andere huishoudelijke hulp. Maar die is dus voor mij nieuw. Ik heb er vroeger al een Daisy, maar zover ik me kan herinneren, heb ik niet een Daisy gehad in mijn huis om te werken. Nee. Want Rebecca, ja, die is natuurlijk op vakantie. En dat is met 2 weekjes. Dus dat is deze week en andere week. En daarna is het weer. Ja, ja. Maar ik krijg deze week, vandaag, Daisy. Andere week moet ik ook. Vrijdag krijg ik een zekere afrit. En die daar ben ik ook al eens een keer op bezoek geweest, gewoon privé. Ja, ik ben allemaal jouw warm. Maar in ieder geval, die komt vrijdag. En de vrouw is helemaal wat later, 13:30 meende ik. Maar ja, dan kijk ik naar te kijken op wat ik heb. Dus dat komt ook allemaal wel goed. En ja, ik moet ook eigenlijk proberen voor 12 uur nog iemand te bellen. En dat ik hoop dat dat gaat lukken, maar ik ga eerst nou Rijke uitlaten. Daarna zal ik bellen. Hopelijk dat nog 12 allemaal red. Ja. Want ik was alweer vergeten dat ik dat moest doen. Maar ja, oké, komt toch goed. En anders is er morgen nog wel weer een dag simpel. Maar oké, ik moet in ieder geval voor 12 dat daarna toe bellen. Ja. Het heeft er weer niet zoveel haast, maar het is wel prioriteiten. Ja. Maar oké, ja, ik zit hier wat om me heen te kijken naar de poezebeetjes die om me heen lopen. Dat ik niet over een staart heen rij of zo. Ja, ik kan wel. We hebben kandel of weer eens, hè? Ja, nou, we hebben kandel of weer eens binnen. Het is vannacht weer te kletter geweest, hè? Ja. Oefke. En vanochtend lag ik lekker op de picknicktafel te slaan. Ik zeg toch opgepakt van ja, daar werd hij me wakker van, maar hij zag me niet, want ik deed het om de aardbeienplant heen, want hij lag aan de andere kant, dus ik zo opgepakt. Hokie dokie. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, welkom ook weer bij een nieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. Ik brol een beetje door de war vandaag, maakt niet uit, kan de pret niet drukken, nee toch. Als we het maar leuk en gezellig hebben samen, zo is dat. En ja, dan zit ik dan wel weer water. Ik drink een nat beetje, oh, ik blijf daar mee lachen. Echt. Ik vind dat zo'n kattig gezicht, hè. Hoopie-doopie. Ja, en dan totdat hij genoeg heeft en dan houdt hij ermee op. Maar oké, ik ga nou Rijke uitlaten en ik zou zeggen tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer eventjes. Ja, ik heb nog maar 1 keer gefilmd vandaag en het mag wel meer worden. Ja! Mijn huishoudelijke zorg die is boven bezig. Daisy genaamd. Leuke, vlotte meid. Hartstikke leuk, hartstikke fijn. Ze is bezig met de logeerkamer, die heeft ook eens een keer gewoon een goede beurt nodig. En ja, er lag strijkgoed, er lag vouwgoed. Nou, het moet ook opgeruimd worden. Dus ja, helemaal geweldig. En ik ben met koffie bezig en ik ga daar weer mee aan het werk. En onze mooie dame, die ligt daar te zonnebaden. Lekker in de tuin, hè? Lekker meisje. In het zand. Kunnen ze nog meer vlooien krijgen? Zandvlooien. Ai, 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 ai. Kijk eens straks weer kammen. Hé? Ja.
En al dat spul dat ik je geef, dat helpt ook je niks, hè? Nee. Nou ja, misschien dat het na de operatie wat minder wordt. Dat wil ook nog wel eens. Hé, leg je dus zo'n lekker wijfie. Ja, hè. Och, goeie toch. Maar ja, mijn water heeft gekookt voor de koffie. Dus we gaan de water op de koffie gieten. Ja, toch? Ewen, die zit ook lekker te eten. Hé, Ewen? Ja, nou. Zo, en nou heb ik de koffie ook ingeschonken. Lekker bakkie koffie. Ja, ja. Heerlijk, toch? Hé! Hey. Hetje! Wat word je? Waar ben je? Kiekeboe, waar ben je nou? Kiekeboe. Hé? Ze loopt naar binnen? Nou ja. Of is ze nou weer naar buiten? Kan natuurlijk ook, hè? Ze loopt gewoon een rondje om je heen. Nee, ik zie niks. Nou, moe. Oh, daar! Had jij je verstopt? Had jij je verstopt? Maar ik heb je gevonden! Ja! Ik heb je gevonden. Ik heb je gevonden. Ja, ja. Vrouwtje heeft jou gevonden. Woepie. De poepie. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Niet spelen. Jij wilt spelen wanneer jij wil. En niet wanneer vrouwtje wil. Potverdikkie. Nee? Niet wakker? Ben te lui. Ben je te lui? Geen zin. Ja, toch wel? En toen? Toen je je bekkie. En nou? Pak het dan. Kom dan. Geen zin. Geen zin. Hoeft niet hoor. Als je zin hebt, ga je niet dwingen. Nee. We gaan er niet dwingen. Nee hoor, echt niet. Hé? Nee, ik ga dus aan het werk en we zullen wel weer zien hoe ver we komen. Want ik moet ook vanmiddag nog boodschappen doen. Ja, ja. En dat gaat zonder Rijka, gaat ze niet mee, want ik moet nog meer doen. Ja, want volgens de geleerden zijn ze al met die drie paint street bezig. Weet jullie wel, dus ja, neem jullie wel mee, want dat gaan we eerst doen. Ja, daarna de boodschappen. Komt helemaal goed, zeggen. Tot later. Ja, lieve vrienden, dat meisje is natuurlijk alweer lang en breed weg, Daisy. En die komt andere week weer volgens haar baas. In ieder geval voor zichzelf nog een X. Hij is ook bezig. Ja. Ik heb Karin al aan de telefoon gehad. Ik heb vanochtend niet kunnen bellen. Dat lukte niet meer. Dat is krappe tijd. Nou ja, er komen nog meer dagen. Ik ga nou... die is zo klaar. Maar ik ga de boel klaarmaken om boodschappen te doen. Jullie gaan dus ook mee, want ik ga eerst door de stad. Want ze zijn dus waarschijnlijk volgens de geleerden al bezig met dat streampainting, geschilder, weet ik hoe je dat tegenwoordig noemt. En ik kreeg vannacht al te horen dat mijn schoonzus op Facebook al foto's gaat staan. Dus ik ga er even zoeken. Ja, ik ga er even zoeken. Ja. Koekeloeren, koekeloeren hier, koekeloeren daar. Even zoeken. Oh, joteren, ja.
dat is al klaar, joh. Maar we gaan verder kijken. Ik weet niet wat het voorstellen moet. Nee, ik zie het niet. Zo zie ik het niet. Ik zal het jullie ook zien. Maar ik zie het niet. Het kon ons water wezen. En een trap, weet ik veel. Gras, ik weet het niet. We gaan er zo naartoe. Ja, bijzonder beleven. Ik heb dat nooit in gezien, want ja, dat was ik de Juttersmarkt. Ja, dus ja, ik heb het echt niet gezien, want anders had ik er gisteren ook naartoe gegaan. Ja, want dan ben je er toch bij. Maar ja, we gaan zo even kijken. Rijken blijft thuis. Dus we zullen beleven. Ja, toch? Ik zou zeggen, tot straks. Doei. Nou, zoals jullie zien, staan daar een heleboel schilderspullen. Wat ze allemaal zo nodig hebben. Dat we gaan even koekeloeren, hè? Koekeloeren hier en koekeloeren daar. Zullen we hier wel moeten staan, denk ik. Hey man. Oh. Ja. Vorig jaar jij ook hier. Jij kent mij. Onze eigen. Was je naam ook alweer? Gregor. Juist. We hadden vorig jaar geen eens geen afscheid genomen. Foei. Hij spreekt geen Nederlands. Ja, hij kent mij. Ja? Hij is Duits. Duits? Ja. Hij was vorig jaar hier ook. Heb je die boot gemaakt en alles. Hij is ook aan het vloggen geweest. Ik heb hem wel voor snoepjes getrakteerd omdat hij een droge mond had. Mooi hè? Jetzt nur noch Schatten, weil die Schatten beben. Ja. Ich bin ein Vlogster, ihr kennt meinen Feind auf YouTube. Ben je morgen hier ook, Gregor? Ben je morgen hier? Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Mooi hoor. Maar ja, dat weten we van jou. Ja. Blijf morgen. Essen? Orange. Orange. Zal ik dat houden? Even daardoor, oh, daardoor kijken. Ja, het is hier prachtig. Ik ben een vlogster. Je kan me vinden op YouTube. Corina met IE en de Beestenboel. En de Beestenboel?
Ja, Gregor die weet dat ik vlog. Ik heb geloof ik nog één kaartje. Vorig jaar was die hier ook. Ik heb een kaartje voor je. Het is mijn laatste. Het is mijn laatste. Ik moet nieuwe maken. Nou, dan ga ik weer verder, want ik moet nog boodschappen doen. Ja, ja oké. Okay. Doeg! Zo, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja. En het is onze Gregor weer. Die er vorig jaar ook was. Die dat bootje heeft getekend enzovoort. Waar Jan toen in heeft gezeten. Ja. Dus ja, dat was wel even leuk. En hij begint Nederlands te leren. Dat kon hij vorig jaar nog niet. Maar oké, hij heeft een helpie. Dat vrouwtje wat erbij liep. Die spreekt Nederlands. Dus ja, hij moet ook wel, hè? Ja. Waar je mee in aanraking komt, word je mee door besmet. Ja, toch? Dat is het gezegde. Maar oké, ik heb ook boodschappen gedaan. Onder andere voor onze Rijka. Ja. Ik ga gelijk even proberen. Kijk eens. Ja. Anders heb ik een miskoop gedaan, maar ja, 89 cent. Hè? Dan let ik even er niet op. En ze zijn niet eens niet zo groot. Wat is dat? Ja, wat is dat? Wat is dat? Oh, maar die lus ik wel, zeg. Wat is dat dan? Ga happen dan. Heb je gepest door een vliegje? Doe dan. Pakken. Kijk dan, kees op. Als ik het dan met matrozen in mijn duim kan breken, kan jij het met die tanden wel van jou doen en die kiezen. Die zijn sterk genoeg. Ja. Je lust er dus wel. Mooi. Dat is helemaal mooi. Prachtig. Ja. Nou, dan kan ik die doos wel weer dicht doen. Ja, mijn tas met boodschappen staat er natuurlijk. En daar kom ik tegenaan. Zo. Ja, ik moet daar wat anders voor zien te vinden. Waar het in kan. Maar dat komt wel. Nou. Ik had geen zin om eten klaar te maken. Ik denk, ik neem eventjes een warme maaltijd mee. Ja, want ik heb pijn in mijn rug, dat willen jullie niet weten. En ik heb pijn in mijn hoofd, dat willen jullie ook niet weten. Nee, we doen enkel maar gezellige dingen via je lekker. Nou, dan een smaakje. Oh, die. Wat voor dikke. Oh ja, neem maar weer mee. Oh, geweldig. Dan moet je wel opeten. Ik ga nou niet weer breken, hè? Nee, ik krijg dat niet. Ik heb nou een zak chips voor mezelf. Patat. Om mijn patat was op. Oh ja, ik moet nog wat halen. Oh jee. Oh mijn god. Ja, ik mis nog wat. Ik ga, ja, ik denk in de schuur. In de voortas. Ja, weet ik wel. Ja. Ik neem het weer even mee. Ik moet even naar de schuur. Ik denk dat het, want ik had voor Karin drinken gekocht van dat Olevera. Dus ja, dat gaan we toch even doen. Moet ik wel sleutelschop mee hebben, hè? Anders kom ik er nog niet in. Nee. Hup. Die daar. Jij blijft binnen. Ach, Rijka toch. Je hebt een kussen, de schuur open doen. Ja. Oeh, het is hier zo warm. Ja, kijk. Kijk, Karin, kijk. Dat is hem. Dat is jouw drinken. Waar je het over had.
Zo. Even die fles omhoog. Ga je weer mee of niet? Blijf je in de tuin? Zelf weten. Mag toch wel mee naar binnen? Kom er maar. Zo. Zo, ja, het stinkt buiten. Dat wou ik dat net niet zeggen. Maar aangezien dat de buurman weer aan het eten is, met nog een paar. En dat is buiten eten. Ze zijn aan het barbecuen. Dat kan ik niet tegen. Ik heb het er benauwd. Ja. Hij zegt niet fijn om dat te moeten ruiken. Dus ja, dan doe je verplicht je deur al dicht, wat qua weer omstandigheden niet nodig is. Maar wat doen we dan? Gaat het raam op een keertje. Dan heet dat weer wat. Zo, en dan kan Ewen er niet tussendoor. Dan is het kiertje te klein voor. Hè? Rijka. Hé, meisje. Je komt maar. 1, 2. Jij mag er ook bij. Zo, met z'n tweetjes. Dat gebeurt niet veel, hè? Jullie met z'n tweetjes. Nee. Hè? En dat kan wel van de buitenkant. Nou, hoe vinden jullie dat? Hoe geweldig. Met z'n drieën. Voor het raam in koffie 1 is aan de buitenkant. Leuk, hè? Dat vind ik bijzonder. Nou dan. Kom maar. Kom maar weer even af, kind. Kom maar. Zo, en toen werd er geblazen door Ewin, maar die is, weet ik niet, maar ik geloof achter mij ergens. Ik dacht, het is mijn bakje. Enkel is er nog niks in, maar het is wel mijn bakje. Hé? Boefies. Maar oké. Ja. Hoe dieren met elkaar om kunnen gaan, dat is toch meestal bijzonder. Maar in ieder geval, Karin, ik heb hem. Speciaal voor jou. Ja. Je ziet hem pas, weet ik van wanneer. Maar je bent al het weekend er al. En dan gaat hij misschien al op. Maar het doet er niet toe. Ik zal er zo meteen ook even bellen dat ik het heb. Ja. Speciaal voor haar gehaald. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, ik ga verder met mijn boodschappen opruimen. En weer voor de computer zitten, want ik heb nog wel even een vlog in elkaar gooien, denk ik. Ja. En ik zou zeggen, voor straks allemaal natuurlijk een smakelijk eten. En een hele fijne, liefdevolle avond toegewenst. En voor aan de andere kant, tenminste voor na die tijd, na die gezellige, fijne, liefdevolle avond die je met elkaar heerlijk kan genieten. Als je tenminste samen bent en niet alleen bent. En anders doe je het met je diertjes. Dus je dier kun je ook lekker even knuffelen. Dat doe ik ook wel met Rijka. Maar in ieder geval, laat op de avond. Wel terugstaan met de mooiste dromen die jij je maar wensen kan. En gezond weer uit je bed zien te komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan. Doei!